Hallo dames en heren en welkom bij de culinaire keuken van Patty en Talita. Vandaag gaan we weer aan de wereldbol draaien. Ik ben benieuwd bij welk land we komen. Ah, Duitsland. Leuk, dat is mijn land. Dat gaat helemaal goed komen. Nou jongens, we gaan strooiselkoeken maken. Dat heeft mijn oma vroeger altijd gemaakt. Dat is echt super lekker. Dus dat gaan we dadelijk maken jongens. Yes, yes. Dit is fucking chaotisch, dames en heren. Dus ik ga het even doen. Laat de boter en het ei op kabel kappen. Dit is echt nu al verdoemd om te mislukken, hè? Buurman en buurman. Dat heeft wel een feitje gedaan. Je hebt echt heel irritante dingen gevonden. Wat heb ik gevonden? De meeste staat op verschillende stappen. Haha, Patty. 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 Patty, 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 Patty. Ik ben een hele chaotische video. Ja. Ja, dat is... Oh, ja, dat vind ik leuk. Chaotisch! Ja, nee, ik moet inderdaad eerst niks doen. Niet goed voorbereid. Schaam. Nee, culinaire koningin. Poh. Talita, check hoe zou je dat ding invest. Ze zit op de hond boter dat ding te aaien. Ik heb een mail erin gekleurd. Zal 250 gram zijn. Zo, hoppa. Heb je dat dan niet eens even gecontroleerd? Ik ben al half. 250 gram. Zou je kunnen wel Kijk, 4 eieren. 4 eieren, jawel. Dan begin ik gewoon weer opnieuw. Dan begin ik gewoon weer opnieuw. Jezus, weet je wat? Dat ligt niet zoveel, jongen. Zo? Ja, gooi de hele ding erin. Ja, is goed zo. Smaak. Wat zit de bedoeling van niks, hè? Dat doe ik, maar als jij nu dit gaat doen, krijg je dit. Dus niks, hè? Dat bedoel ik, daar moet je eerst even roeren, man. Wat? Godzang. Daar moet je eerst even kneden met mijn handen. Ja, kneden. Ja, wassen, wassen. Goed zo, harder, sneller, sneller, sneller. Intenser. Kom even. Niks meer door. Dan heb je het ondergesmeerd. Ja, zo. Oh, jezus, man. Fucking kinderen. Mijn kinderen kijken dan. Als je bij je mobiel hebt, kun je het daar komen vanaf. Bevalt het leven, Patty? Zakken. Even serieus. Ah, godverdamme, daar zit heel wat in de haren. Nee, er liep één druppeltje. Ja, daar zit het in je haren. Nou, wij hebben het goed gemixt. Oh, god. Ja, het is goed gemixt. Dat ziet er niet heel erg smakelijk uit. Nee, nou, geweldig. Ik had de knutsel dat ik ook gewoon met een lepel kunnen doen. De Patty. Ja, doe maar met een lepel, want het gaat niet werken. Ja, nee, dat snap ik. Oh, wat lekker! Zo'n Patty, gedraag je even normaal, joh. Kijk de kinderen aan deze video, hè? Ja, maar oh, wat lekker. Dat klinkt toch net als koud heen. Schat, dat is een serieuze pinnen. Oké. Okay. Oei, ik voel me sexy, zo oei, alalé. Ik was straks voor mijn hoofd. 250 gram. 250 gram, dat is wok. Kijk dan. Nou, dat is best veel hoor, dat is een kwart kilo. Kijk dan, dan staat hij erop. Dit is 250 gram. Oh ja, ja. Wow. Dan net iets meer hebben. Nee, dat is zat. Verder doen we dit. Kijk dan. Hou eens even, doe eens even. Ja, het zal wel om nabij zijn. Oké, één pak vanille suiker, dat is wel heel mooi. Ja, maar dat is ik denk dat het echt een taart uit de hel gaat worden en dat echt alles rond de gok gaat. Ja, ik denk gewoon dat dit echt heel iets anders gaat worden dan dat het moet worden eigenlijk. Nog altijd zo met ons. Creatief koken jongens. Ja, maar dat welkom in het brein van ADHD'er. Hier. Oké, okay, de keukenprinses gaat nu mixen. Mixen. Oh, ja, dat vliegt weer alle kanten op. Nou, doe het thuis niet na, dames en heren. Als je gewoon de keuken wil houden, want we dadelijk weer buurbezig ben ik veel verder. Ja, stop maar! Onze creatie staat in de oven. Sterkt wat de tering, hoor. Ja. Je bent echt een droog vandaag, hè? Ja.
zeggen, want hij is zo kloot. Ja, dat is nu nog erger dan omhoog. Mm. Nou jongens, zo hoort de taart er niet uit te zien. Auw, dat was fucking heet! Auw, dat was fucking heet! Nou Rick, dit zijn stukjes niet verbrande taart. Eet maar een stukje en laat even de kijkers weten hoe je het vindt. Ga ik hier niet dood aan? Nee. Dit is oprecht fucking vies, maat. Nee, ga naar proef, maar dit is echt fucking vies. Nou jongens, dag 2, poging 2. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik ga wat vruchten bij de stooisoekoe gaan doen voor wat extra smaak. En ik hoop dat het vandaag wel gaat lukken. Nou jongens, je hoort het kruimeldeeg er een beetje uit te zien. Dit moet je dan hier overheen gooien. Oké, dames en heren, de cameraman van laatst die is er weer. Oh. En je mag deze keer de juiste taart proberen. Oh, dank je wel. Jij krijgt niet. Jij krijgt niet. Oh. Oh, even proeven. Mm. Deze is wel goeie, man. Ja? Mm. Echt? Serieus. Maar gisteren al proefde naar verbrande rubberen banden. Komt dit weer naar taart. Mm. Dan ga je het geslaagd, kut. Nou, mooi. Ga weg. Nou jongens, ik ben hier met mijn Duitse mama en ik heb natuurlijk een Duitse taart gemaakt. Dus we moeten wel een echte Duitse taart mama, proeven. Hè? Ja. Whisky. Jij moet het niet proeven, ik moet het proeven. Ga maar aan de kant. Nou, Whisky vindt het volgens mij wel lekker, hè? Ja. Lekker. Ja? Is het goed gelukt? Heel goed gedaan. Nou, mooi. Een echte Duitse vindt het leuk, jongens. Like, share en subscribe.